verkopen jullie alleen kinderpostzegels of ook nog wat anders? Nou, we verkopen kinderpostzegels en we verkopen ook nog kaarten. En wat voor kaarten zijn dat dan? Nou, kerstkaarten en verjaardagskaarten. Gewoon kaarten om naar je toe te sturen. We staan op het Visserseiland. Afgelopen maandag is men hier begonnen met het afgraven van de vervuilde grond. Men is begonnen daar waar die groene kraan aan het werk is. Zoals u ziet is daar een groot gat ontstaan en men is dat nu aan het opvullen met schone grond. Daar rechts van die kraan ziet u een klein kleien dijkje. Dat is daar speciaal aangelegd om de vervuilde grond die op het Visserseiland is, niet met het grondwater mee te laten sijpelen richting jachthaven. Zoals u ziet, er zijn twee bulldozers aan het werk. Bulldozers rijden over het terrein naar de kraan die bij de boot ligt. Daar ligt een container met schone zand en men hapt daar het schone zand en dat brengt men naar die kuil waar ik het net over had. Deze boten brengen de verontreinigde grond over het water naar industrieterrein De Schelphoek. Tijdens het onderzoek bleken zogenaamde PCB's, dat zijn polychlorbifenylen, in de grond te zitten. Waarschijnlijk zijn deze stoffen afkomstig uit transformatoren die in het verleden door een sloperij op het Visserseiland gedemonteerd werden. Vanaf De Schelphoek gaat de grond per vrachtwagen naar de vuilstortplaats in de Wieringermeer. Het was zo dat er een enorme grote belangstelling was van kinderen. En heel jammer genoeg zijn er ook eigenlijk steeds meer ouders die zich daadwerkelijk met het kindermarktgebeuren gaan bemoeien. En dat is een euvel wat heel moeilijk is uit te bannen. Maar wat wel wat afbreuk doet aan de kindermarkt. Gelukkig spreken de beelden duidelijke taal en gaat het alleen om de kinderen. En dat is een goede weergave van datgene waar het even om gaat. Ja. Hoeveel gulden heb je al verdiend? Ongeveer 8 gulden. Sta je net. En ook naar de belasting? Op belasting? Wij zaten wel net zo lekker een boterhammetje te eten. Maar aan zo'n klein boterhammetje is het eigenlijk een heel verhaal. Laten we even gauw gaan kijken. Brood is een voedingsmiddel samengesteld uit 5 hoofdingrediënten. Bloem, water, gist of zuurdezen en een broodverbeteraar. Bloem is het hoofdbestanddeel van brood en wordt verkregen door het malen van een graanproduct. Zoals bijvoorbeeld tarwe dat in augustus en september geoogst wordt. Het malen tussen molenstenen, zoals u hier ziet, levert volkorenmeel op. De productie van deze molen, het Rode Hert in Alkmaar, bedraagt 15 ton per week. Het mag duidelijk zijn dat het bij lange na niet mogelijk is met molens in de hedendaagse voedselbehoeften te voorzien. Om toch grote hoeveelheden meel te kunnen produceren, zijn er zo'n 10 redelijk grote meelfabrieken in Nederland die het graan, dat vaak niet uit Nederland afkomstig is, maar bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten, op een moderne manier malen. Dit heet het malen op cilinders. De distributie van het meel vindt plaats door middel van bulktransport en door middel van meelzakken, zoals u hier ziet. En wij waren om 3 uur 's morgens bij bakkerij Otte aanwezig om te kijken hoe het daar toe ging.
Nee, bakker, dat spijt me, jongen. Ik heb zelf brood, ik ben zelf wel broodbakker. Dat is helemaal mooi. Ja, ik wil ook wel eens een keer lekker eten. Ah, dit is toch wel super, super brood. Ja, brood van op is geweldig. Ja, maar je moet hier voor een bak altijd krentenbrood, dan moet je geen gewoon brood gaan bakken. Nee, maar ik heb nou een paar witte broden gebakken. Oh, ik heb ook lekker. Ik heb gisteren meel gehaald voor jullie en gist gehaald voor jullie. Ja, op deel van op hoor. Ja, tuurlijk. Daarvoor wil je goed brood hebben natuurlijk. Kwaliteit, als je kwaliteit wil hebben, moet je meel behalen worden. Ja, zo is het. Zo is het inderdaad. Nou, oké, zeg, prettig weekend. Tot ziens. Naar aanleiding van een inval door de RCD en de Hoornse politie bij een van de medewerkers van satelliettelevisie is de positie van Hoorn en de regio wat onduidelijk geworden. Bij die inval bij een van de satellietmedewerkers werden wat spulletjes meegenomen, maar een zender werd niet gevonden. Die zender is er nog steeds en daarom kunt u nu televisie kijken. Maar wat blijkt dus, ze kunnen zomaar naar binnen stappen en ook bij ons van Hoorn en de regio. Daarom hebben wij wat voorzorgsmaatregelen getroffen. Een van die voorzorgsmaatregelen is dat alle banden waarop materiaal van Hoorn in de regio staat, ooit is gemonteerd of geproduceerd, weg zijn. Ja, het is zonde. Ik dacht dat de politie wel wat anders te doen had. Ah, hier hebben we een agent toevallig. Voor mij hoeft het ook niet. Maar het mag toch niet? Nee, voor mij hoeft het ook niet. Nee, dat dacht ik al. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja, oké. Nos zal ik u vertellen en dergelijke dingen. Die programma's die ze ons vertonen, is gewoon schandalig. Dat wij daar door onze dure zender voor moeten reden. Wat dan? Dat is toch allemaal technisch prima in orde? Ja, nee, ik bedoel de satelliet. Dat vind ik beter. Beter programma's. Nee, kijk ik niet naar. Weet u dat het bestaat? Ja, maar ik kan het niet ontvangen. Waar woont u dan? Als ik zo... Hoorn. Ja. Weet u dat als u een kleinigheidje met die antenne uithaalt dat het wel kan? Nee. Nee, moeten ze meer informatie overgeven of ik moet erachteraan gaan? De beelden die u hier ziet zijn van de scholierenstaking zoals die afgelopen vrijdag 1 november gehouden werd. U ziet hier dat zo'n 1000 scholieren proberen het gemeentehuis binnen te komen. Dat gaf wat moeilijkheden met de deuren, zoals u hier ziet. Onze camera was erbij. Gaat u even mee naar binnen. Toen de actievoerders eenmaal binnen waren, wisten ze niet zo goed wat ze moesten doen. De collegeleden waren niet in het gemeentehuis aanwezig. De gemeenteambtenaren konden alleen maar toekijken. En u ziet hoe ze hier het trappenhuis van het gemeentehuis bestormen en proberen om op het dak te komen. Toen ze daar waren, kon men horen wat ze nu bereikt hebben, dat is niets. En dat waren dan de woorden van de actievoerders van de diverse scholen uit Hoorn. Na de kort maar krachtige bezetting van het gemeentehuis brak de groep demonstranten in tweeën. De jeugdige lijkgroep, om zo maar te zeggen, de dode mars, daar zien we nu wat beelden van. De andere groep demonstranten bleef voor het gemeentehuis wachten op de ambulance. De ambulance voerde een slachtoffer af. Dat was geen actievoerster, ze werd toevallig aangereden door een automobilist die wat verward was door al die toeschouwers en al die actievoerders daar midden op straat. Oh,
als jullie hier hem een brood halen, ik zie hem wel 350 man, hoorde ik net dat er was. Redden jullie het dan echt met gemak? Nee, het is te weinig. Het is zeker te weinig. Ja. Ik bedoel, als wij brood vanavond in Trol zetten, dan kunnen we misschien rekenen van de hele bevolking in Horen dat er misschien 1% op afkomt. Doe je dat in Amsterdam, heb je misschien ook wel 1%, maar over de stad genomen is dat veel en veel meer natuurlijk. En dan loopt het wel. Ik bedoel, dan kan je als een Paradiso of als een Melkweg, kan je zulke gokjes wagen. En je weet zeker dat het voor de bak is. In een bakkerij te Sint Maanzaand, gemeente Biggenklooster, is een warme bakker aangevallen door een tijgerbrood. De inmiddels overleden, nog warme, hoogbejaarde bakker verklaarde dat het hier ging om een zeldzaam, agressief brood. 5 krentenbollen kwamen met schrik vrij. Goedenavond. Nee, Bek dus. U bent de oudste bewoonster van het Liornehuis, de oudste inwoonster van Horen en zelfs van heel Nederland. Mevrouw Eiken kreeg de eenhoorn van de gemeente Horen overhandigd. Het Liornekoor zong haar tenslotte een feestlied toe. Jongens en meisjes, jullie denken natuurlijk dat ik Sint Maarten ben. Nee, dat kan niet.
Sint Maarten heeft heel lang geleden geleefd in Frankrijk. En Sint Maarten is een man geweest die op een goede dag, toen hij nog soldaat was, ridder zoals ik eruit zie, zijn halve jas aan een arme bedelaar gaf die in de sneeuw, in de kou lag te bibberen met bijna geen kleren aan zijn lijf te lijden. Heel hartelijk welkom in Hoorn, Bert Smits. Als ik u maar even mag voorgaan met de burgemeester naar de microfoon, dan kan iedereen het zien. Zal de burgemeester denk ik nog even een paar woorden spreken. Je weet nooit. Arbeidsbureau. Op zich leek er niets aan de hand met de opname van deze prijsvraag. Maar achter mijn rug gebeurden wel degelijk hele vreemde dingen. En daarom gingen we toen verder kijken. Kom hier. Hey. Kom hier. Sinterklaas natuurlijk. Wie anders? Ja, ja.
Jaren geleden stichtte Lord Baden-Powell, de padvinderij. We hebben er tijden niets van gehoord, maar het is er nog steeds hier in Hoorn op de Holleweg. Vandaag zaterdag is er een open dag hier van de padvinderij op de Holleweg. We gaan eens even kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat. Dit is na een inbraak in ons troephuis. Kunnen de mensen die het gedaan hebben ook even zien wat ze aangericht hebben. Dat is... Nou ja, goed, het is weer enigszins opgeklaard. Zoals je ziet. Maar goed, ja. Dit is van diezelfde inbraak. Dit is het leiderslokaal. Ziet er niet zo fraai uit zo. Nee, dat een beetje in elkaar getrimd. En waarom eigenlijk? Want er was zowat niks te halen hier. Dus het is denk ik alleen vernielsen geweest. Nou, is jammer. Ze hebben voor ongeveer 2000 gulden vernield. En wat ze ook gedaan hebben, dat is de vlaggen. Alles wat ze vinden konden wat brandbaar was, hebben ze in de open haard gegooid. Hebben ze aangestoken. Ze hebben de vlag ook een hele mooie geborduurde Hoornse vlag. Die hebben ze ook op laten branden. De krukjes van de welpen hebben ze er ook in gegooid. Ze hadden alle kachels aangestoken, ze hadden het gas aangestoken. En dat is allemaal gebeurd op een oudejaarsavond. En toen we op nieuwjaarsdag kwamen, nou ja, toen kwam je minder in de rommel terecht. Dat is niet zo vrij. En dat is onze fantastische Ford Transitbus. Nou, hier mag ik reclame maken, dus... dit is in Friesland, dit is ons laatste kamp. En onze fotograaf dacht ik, wijs hem even aan, die had zijn vinger er even bij. Dit zijn onze lelyfletten, niet zeilend helaas. Ze zijn aan het roeien, het is een roeiwedstrijd. En dat was in ons laatste kamp in Friesland ook weer in een brede sloot. Dit is tijdens een hike op het water. Een hike, zeg maar, een zwerftocht op het water. En het was nogal frisjes. Iedereen is verkleumd. En dat was op de verversingspost, zeg maar. Zo'n hike is een zwerftocht? Ja, dat is een zwerftocht. Meestal is dat op land, maar dit was dan op water, omdat we zevenkenners zijn. Hè? En dit was trouwens een geleende boot. Hè? Nou, daar waren een paar die waren roeien beu. En die denken we zo hijsen de zeilen, man. Maar ja, die zijn dus gedisqualificeerd. Na deze opnames, als kinderen of ook ouderen lid willen worden hiervan, of ook denken van ik vind het leuk om er ook bij te zijn, waar moeten ze zich dan aanmelden? Ze kunnen zich aanmelden voor de jongeren het beste hier woensdagavond, wanneer de bijeenkomst is, van 7:30. En vrijdagavond voor de ouderen, van 5 tot 9. En eventueel bij een van de bestuursleden. Degene die de ledenadministratie bijhoudt is mevrouw Bakker. Die woont op de Nieuwe Dam nummer 32. Goeiedag, we staan hier in het dwaalpark voor het theehuis. Een heel mooi witte dwaalpark tussen haakjes. En in dat theehuis, daar heeft Radio Per Radio vandaag haar laatste uitzending. Weet het misschien wel, Radio Per Radio stopt ermee. Waarom stoppen ze ermee? Dat zijn vragen die ik straks eventjes aan Harry van Loo wil gaan stellen. De programmaleider van Radio Per Radio. Kijk, ik zie nog twee van die hondjes hier lopen. En net blaften ze, dat staat er nou eigenlijk niet op, eventjes. Maar hoe zit het nou thuis met die beestjes eigenlijk? Nou, dat is wel heel leuk met deze beestjes, want het is mannetje en vrouwtje. Oh. En als het goed is, over 10 dagen moet het vrouwtje nou gaan bevallen. Nee. Als het nou s'nachts gebeurt? Ja, nou, het mag van mij ook komen. Dat is dan afgesproken. En hoe is het mannetje er nou onder eigenlijk? Nou, eigenlijk gewoon, hè? Als geen echte blijven halen ook. Nee. Nog geen echte vader. Zeg... Die honden hebben vast wel zin op de hoop, maar het is al koud. Zeg, we komen een keer langs. Dat lijkt me best wel geinig. Oké, bedankt. Ja, en na deze leuke interruptie zijn we dan toch in het theehuis aanbeland. Waar Radio Per Radio haar laatste uitzending heeft. Live, laten we dat wel weten. En live is ook het gesprekje dat ik vanochtend met Harry van Loo had.
Ja, en dan denkt u natuurlijk dat u dat gesprek gaat zien en horen. Nou, u ziet natuurlijk wel wat van het gesprek, de beelden daarvan. Maar het geluid, dat heeft het helemaal af laten weten. Het is sterk overgemoduleerd en daarom helemaal niet geschikt voor uitzending. Ik zal proberen nu uit het blote hoofd vanuit de studio wat een soort verslag te geven van dat interview. Harry noemde me direct al een collega. Dat vond ik natuurlijk erg leuk. Een collega in de zin van het maken van regionaal nieuws. Het verslaan daarvan natuurlijk. Hij vroeg aan mij wat ik vond van het stoppen van Paradio. Nou, dat is natuurlijk ronduit jammer. Daar ben ik verder trouwens niet heel ver op ingegaan. Ik vroeg wel aan Harry waarom Paradio zichzelf groots noemde. En daar had hij dan twee antwoorden op. Ze mochten zichzelf heus wel groots noemen, omdat vele instanties en verenigingen een hoop aan Paradio hebben gehad. Die konden daar bij Paradio terecht. En die beschouwden Radio Paradio ook als volkomen volwassen. Dus niet een klein piraatje, maar een echte radio, lokale radiozender in Horen. En groots noemde hij ook het mooie van het samenwerken aan iets wat gewoon een deel van je leven is. Hij was daar zeer bijna emotioneel over, Harry. En toen kwamen we terecht op het aantal keren dat radio is opgepakt. De Radio op Radio, en dat is maar liefst 8 keer in 3 jaar gebeurd. Radio op Radio noemt zich geen piraat, om zich duidelijk te onderscheiden van andere wel piraten in de buurt. Dat is hun goed recht. Ook al vindt Radio op Radio het afschuwelijk dat ze ermee moeten stoppen, toch is er nog wat meer, wat zonniger in de toekomst. En dat is natuurlijk de SLOH, de Stichting Lokale Omroep Horen. En onder andere daarom hebben ze besloten nu maar eventjes te stoppen. Zodat ze in ieder geval hun spulletjes kunnen houden. Totdat ze met hun hele groep daarin verder gaan in die lokale omroep. Voordat het bijvoorbeeld nog eens een keer opgepakt zou worden in de maand december of januari of iets dergelijks. Die SLOH, daar zijn we nog even op verder gegaan. Ik heb gezegd van ja, ook mensen zijn er een beetje cynisch over. Die zeggen dat het misschien wel een beetje overgereguleerd wordt in zo'n grote organisatie, in zoveel commissies. Nou, Harry zei dat de afdeling van Paradio die daar gaat werken, natuurlijk niet onder de naam Paradio, dat die dat zeker niet wil. En daar komt misschien ook een commissie voor. Wat doet ze dan met die kleintjes? Zodra die kleintjes geboren zijn, dan bijt ze eerst het vlies door. Die jongen moet er natuurlijk gelijk adem kunnen halen. En dan likt ze het vlies er helemaal af. En dan masseert ze eigenlijk gelijk. Kijk, zie je dat rechts en weer. Dan likt ze het vlies schoon. Of af. De jongen likt ze eigenlijk schoon. En dat stimuleert gelijk. De ademhaling en gewoon het normale gang van zijn maken. Oké.
Jezus, daarom hoor. Die zat met zijn kontje. Ja, bij het zoveel, hè? Te? Ja. Had ik ook niet verwacht, hè? Zit Joyce aan te bijten? Nee, een navelstrengetje. Oh, van je afwezen. Dat is kom, Joyce. Ah, wat lief. Zullen er nog geen komen? Ik denk het wel, maar dan moet even... Hij moet even gewreven worden. Oh, oh, het pootje. Wat is het? Dat is goed of ook. And
Jesus, be wise. Er staat er al een in de brand daar, goed zo. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card arrive. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.